van George Michael en Aretha Franklin. AVRO Radio presenteert NL Fit. NL Fit. Update! Volgende week donderdag 5 september starten we op tv met Operatie NL Fit. Een nieuw tv-programma waarbij heel Nederland wordt gemobiliseerd om gezonder en fitter te leven. Vorige week hebben Art en ik de 5 aanvoerders verrast. Deze mensen gaan hun leefstijl drastisch aanpassen en hopen een inspiratie te zijn voor anderen. Misschien wel voor jou, want vanaf aanstaande vrijdag kun je je aanmelden als volger van een van de aanvoerders. En je gaat dan hun trainingsschema volgen en in 10 weken bouw je dan je gezondheid en je conditie op. Maar ja, is het wat voor jou? Dat kun je natuurlijk alleen zelf bepalen. Het kan natuurlijk zijn dat je jezelf niet zo ziet als een zwaar geval, maar bijvoorbeeld wel weer even wat aan je conditie wil doen. Ik bel even met Anja Basting, zij is gewichtconsulente en zal de deelnemers tijdens het programma bijstaan en adviseren. Anja, goedemiddag. Goedemiddag Jan Willem, hallo. Hoe gaat het in Nederland gemiddeld qua fitheid? Nou, qua fitheid kunnen we nog best iets verbeteren. Ik denk dat de mensen in Nederland, net als in heel veel Europese landen, toch te zwaar zijn en te zwaar worden. En wij moeten er iets aan gaan doen, ja. Dus vandaar het programma Operatie NL Fit. Maar is het ook iets waar jij je aan stoort als je gewoon in een willekeurige winkelstraat loopt? Dat je denkt van, jongen, ik kom hier wel heel wat mensen tegen die wel wat tips van me zouden kunnen gebruiken. Ja, ik zie dat natuurlijk wel. En ik vind het ook best wel jammer dat bij sommige mensen de kennis te weinig is. En andere mensen de discipline niet hebben of de motivatie niet. En daar ook niet een weg in kunnen vinden. Ja. Dus ja, ik vind het wel jammer. Zeker weten. Vorige week, Anja, hebben wij het verhaal gehoord van de 5 aanvoerders. En als ik daarnaar luister, dan denk ik van oké, die vertellen vaak dat ze heel lang hebben geworsteld met overgewicht. En vaak spelen er ook andere problemen die dan uiteindelijk leiden tot een slechte conditie. Maar niet altijd per se een verhaal waar ik mezelf in herken, hè. Want ik ben misschien een gemiddelde jongen die niet dik is. Misschien ook niet superdun. Maar waarom zou ik eraan mee moeten doen? Dat is een beetje de vraag die misschien heel veel luisteraars op dit moment hebben. Is het wat voor mij? Ja, nou misschien wel. Je kan dat gaan testen, hè, door een BMI-waarde te gaan zoeken. Een BMI, wat is dat? Een BMI is de Body Mass Index. En dat geeft een beetje de verhouding weer tussen jouw lengte en je gewicht. Iedereen weet wat hij weegt. Hè. Je gaat op een weegschaal staan. En dan deel je je lengte. En die uitkomst deel je nogmaals door een lengte. En dan komt er een getal uit. En dat getal zegt iets over hoe jij daarvoor staat. Dus je deelt je lengte door je gewicht en dan nog een keer door je lengte? Ja, nog een keer. Nee, je gewicht door je lengte en nog een keer door je lengte. Je zei het verkeerd om. Ja, dus je deelt je gewicht door je lengte en dan nog een keer door je lengte. Ja, dat precies. Dan komt er een getal uit en dat getal geeft dan aan of je al dan niet in de gevarenzone zit. Of zeg je dat dan te zwaar? Ja, precies. Het getal zeg maar onder de 25, 18 tot 25 is gezond. Ja. Boven de 25 tot 30 heb je de neiging tot overgewicht. En boven de 30 dan ben je obesitas. Ik heb me vanochtend nog eens opgemeten, Anja. Ik wist dat dit moment zou komen. Ik ben 1,89 meter. Ik heb hier een weegschaal voor me staan. Ik moet zeggen dat ik dit niet zo heel vaak doe. Ja? Oké, wat denk jij, Mandy? Ik denk dat jij 83 kilo weegt. 83? Ja. 83? Nou, 88 is het. 88, ja. 88. Ja, oké. Okay. Kan jij dat snel uitrekenen? Jazeker. 88 delen door die 1,89 meter. Ja. Nog een keer door die 1,89 meter. En dan hebben we een getal van ongeveer 25. Dus jij zit op het grensje. Dus misschien is het toch leuk om het programma te gaan volgen en ook mijn tips. Ik ben een grensgevalletje, maar welke grens zit ik dan tussen alarmerend en zeer alarmerend? Nee. Tussen gezond gewicht en de neiging tot overgewicht. De neiging tot overgewicht. Ik denk wel dat je moet opletten, zeker naarmate je ouder wordt. Komt zoiets om de hoek kijken. En dan ga je misschien wat minder bewegen, wat meer zitten. En dan zou je zomaar op een gegeven moment toch over die grens heen kunnen gaan. Nou, is misschien wel leuk als iedereen die luistert vanmiddag even de BMI uitrekent. Heb je iets van een schemaatje of zo die we op de site kunnen zetten? Ja, nee, dat is heel leuk. Als je naar de website gaat van Operatie NL Fit, dan staat er onder de rubriek nieuws. Is het laatste blokje gaat over jouw show eigenlijk, jouw radioprogramma. En daarin staat er een link en dan kunnen ze het gewoon zelf uitrekenen. Nou, laat het me even weten. SMS je BMI, reken het uit vanmiddag. avro.nl/operatie-nl-fit. Het is misschien wel prettig als ik je dan later deze week nog even kan bellen. Misschien dat er in mijn eetpatroon iets is gescholen, waardoor ik uiteindelijk een grensgevalletje ben geworden. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, oké, gaan we doen. Ga ik het bijhouden, bel ik je woensdag terug. Ja, hartstikke fijn. Schrijf op wat je allemaal eet. Tot dan. Goed zo, doeg. Nou, je weet het, hè. Ga even die weegschaal op. Kijk naar het gewicht. En als je dan denkt van...
is het misschien tijd om mee te doen met Operatie NL Fit. Vanaf vrijdag kan je je aanmelden. Ik ben benieuwd naar je BMI. Als je durft mag je een sms'en naar 4x2. Dit is Living in a Box. Woke up.